President Bouterse feliciteert KPS met nieuwe korpschef. President Desiree Bouterse heeft de felicitaties overgebracht aan het Korps Politie Suriname in verband met de installatie van Roberto Prade als de nieuwe politiebaas. De plechtigheid vond vandaag plaats bij de politieacademie aan de Kommewijnenstraat. Het staatshoofd gaf aan dat voor de nieuwe korpschef het een eervolle, doch zware taak is om dit korps te begeleiden door een transformatieproces. Hierbij zal het korps zich steeds meer moeten aanpassen aan de specifieke eisen van deze tijd. Immers, de samenleving verandert continu. Evenzo dient het korps mee te veranderen om ons als de samenleving bij te staan ter voorkoming van misstanden en ter bescherming van de algehele orde, stelde de president. Een van de belangrijkste taken van de politiechef zal zijn om het korps de samenleving te laten dienen in het bewaken van de menselijkheid. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.